koffietijd. Een beetje gezelschap, wat tijd voor jezelf. Het helpt je de dag door, het is koffietijd. Voor jou en dat weet je, lekker gezellig. Tijd voor jezelf. Koffie, koffietijd. Yes! Nou, dames en heren, ik heb hier de koffie. Ik heb 3 nieuwtjes voor jullie. En ik ga even we beginnen natuurlijk even met een slokje koffie. Delicioze. We gaan beginnen met het eerste nieuwtje, dames en heren. En die is als volgt. Canadese docenten bestelt online per toeval boek dat zij 4 jaar kwijt was. Oh, wat opmerkelijk. Een Canadese docent die bij webwinkel Amazon een gebruikt exemplaar kocht van een boek dat ze 4 jaar lang kwijt was, bleek uiteindelijk haar eigen boek te hebben besteld. Oh jee, dat is wel heel bijzonder, hè, dames en heren. Gina Zurowski, die lesgeeft aan de McMaster University in de Canadese stad Hamilton, leende het boek Consuming Subjects, Women, Shopping and Business in the 18th Century regelmatig uit aan studenten en kreeg het op een gegeven moment niet meer terug, meldt CBS News. Omdat zij het boek weer wilde gebruiken voor haar lessen, kocht ze via Amazon het goedkoopste gebruikte exemplaar dat voorradig was. Dat bleek tot haar grote verbazing toen ze het opensloeg haar eigen exemplaar te zijn waarin ze op een van de eerste pagina's haar naam had geschreven. Nou, dat is echt heel bijzonder, hè? Het boek verlangde dus terug naar de rechtmatige eigenaresse. Van het boek werden er... Van het boek werden en worden tientallen exemplaren aangeboden door tweedehandswinkels via Amazon. Dus het is groot toeval dat Zurowski haar eigen exemplaar toegestuurd kreeg. Ja, dat lijkt me heel bijzonder inderdaad. Zeker ook omdat het boek werd geleverd door een boekenzaak in St. Louis op ruim 1000 kilometer afstand van Hamilton. Oh, dat is wel heel apart, ja. Zo ver weg. Dus het boek is echt ergens ver weg terechtgekomen. Neerleggen. Ik moest het boek neerleggen op mijn bureau en het opnieuw oppakken om zeker te weten dat ik niet hallucineerde, zegt Zurowski tegen CBS News. De docenten zegt dat het voorval haar niet zal stoppen om in het vervolg boeken uit te lenen. Nee, want ze komen toch weer terug, al is het veel later. Maar ze komen altijd weer bij haar terug. Dat is haar gave, haar talent. Zelfs als dingen verdwijnen, dan komen ze soms tegen alle verwachtingen in. Toch weer bij je terug. Nou ja, kijk, dat zeg ik. Ja. Nou, dan gaan we nog even een slokje koffie nemen. Heerlijk. Nog even een slokje, een haaltje van mijn elektrische sigaret. Jongen bedreigt meisje in New York met pistool om kipnugget. Waar gaat het over in hemelsnaam? Een 12-jarige jongen heeft een meisje in de New Yorkse wijk Harlem bedreigd met een pistool. De jongen zou dit gedaan hebben omdat hij een kipnugget van haar wilde. Lekker logisch. De jongen zou het meisje eerst om de kipnugget hebben gevraagd. Maar het meisje zou niet bereid zijn geweest om een kipnugget aan hem af te staan. De jongen heeft het meisje vervolgens gevolgd naar een metrostation in de buurt van de fastfoodketen waar het meisje de kipnuggets gekocht had. Waarop hij een pistool tegen haar hoofd zette en eiste dat ze hem een kipnugget gaf. De wereld wordt toch steeds gekker, hè? Even kijken. Het meisje heeft verklaard het pistool, waarvan overigens niet duidelijk is of het om een echt exemplaar ging, weggeduwd te hebben, waarna ze haar reis vervolgde. Nou, en dan heb je het wel over een stoere chick, hè? Jongen. De politie in New York, die de jongen arresteerde na het voorval, heeft hem een dag later weer vrijgelaten, omdat het pistool niet gevonden kon worden. Nou, ja, misschien was het ook wel helemaal geen pistool. Misschien heeft het meisje alles wel verzonnen. You never know. Ik bedoel, je kan natuurlijk van alles verzinnen. En als je zo jong bent, heb je er vaak een grote fantasie. Hè? Ja,
Ja, dat komt vaak voor bij kinderen. Die hebben een grote fantasie. En dan blijkt het vaak helemaal niks van te kloppen wat ze zeggen. Nou ja, we gaan nog even een slokje koffie nemen. Heerlijk. We gaan door naar het derde en laatste nieuwtje. En deze is vrij kort, dus we gaan eerst nog even een haaltje van mijn electric cigarette, motherfuckers. Oké. Okay. Zo, laatste nieuwtje. Man laat telefoon liggen na diefstal Porsche uit woning Harmelen. Oh, niet slim. Een 20-jarige man uit Meidrecht liet per ongeluk zijn telefoon liggen nadat hij een Porsche stal uit een woning in Harmelen. Niet slim. De man kon worden opgepakt nadat de politie onderzoek deed naar het mobieltje. Meldt politie Woerden woensdag op Facebook. De Porsche is onbeschadigd teruggevonden en zal na onderzoek worden teruggegeven aan de eigenaar. Nou, ja, het is een beetje dom om je telefoon zo te laten slingeren. Dat lijkt mij, maar ja. Eigen schuld, dikke bult. Heerlijke koffie. Hij is een beetje lauw, ik heb hem te lang laten staan. Maar het neemt niet weg dat koffie gewoon koffie blijft. Cafeïne is cafeïne. Dames en heren, bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei, dag.